Dit is de nieuwe Ford K, de K van de derde generatie. We zouden hem de K3 kunnen noemen, maar Ford heeft voor iets anders gekozen. Ze noemen hem namelijk de K+. Het is een auto die onder andere in Brazilië wordt gemaakt en dat was ook in eerste instantie voor die markt. En wat dat typisch is, Ford stapt eigenlijk uit het A-segment, want deze auto is echt wel een maatje groter. En die vorige K die werd natuurlijk nog samengemaakt met de Fiat 500 en de Fiat Panda. Zo deel je de kosten een beetje. Dat is zeker voor een A-segment auto heel belangrijk, want daar valt niet zoveel te verdienen. De K hebben ze nu klaargemaakt voor de Europese markt. Op veel punten verbeterd. Zoals gezegd, hij is een maatje groter. We gaan kijken hoe die verfijning er is. Het is in ieder geval een auto die al sinds 2013, of eigenlijk 2014, op de markt is in Brazilië. Dus helemaal nieuw is die ook weer niet. Nou, motorisch gezien is er niet zo heel veel keus. Eigenlijk is er maar één type motor. Hier dus geen 3-cilinder 1 liter turbomotor in, het bekende EcoBoost. Nee, hier ligt een 1,2 liter 4-cilinder. En die levert Ford in twee smaken, een 70 pk en een 85 pk. Maar eigenlijk verwacht de Nederlandse importeur het meeste van deze te verkopen. Dit is de 85 pk versie. Die stoot zelfs iets minder CO2 uit, dus dat scheelt weer een kleine 500 euro in de BPM. Dus dat maakt de meerprijs ten opzichte van die lichtere motor ook weer wat gunstiger. Nou, Ford zegt in de documentatie dat deze auto dus echt een maat groter is, dicht tegen het B-segment aan. Hij is bijna net zo lang als een Fiesta, het scheelt geloof ik 1,20 cm, maar hij is wel wat hoger dan de Fiesta. Dat vertaalt zich natuurlijk vaak in een wat ruimer interieur. Ze schrijven zelfs dat iemand van 2 meter kan achter zichzelf zitten. Nou, ik ben nog geen 2 meter, maar wel vrij lang. Ik ga het eens uitproberen hoeveel ruimte er dan werkelijk achterin zit. Nou, de instap is in ieder geval redelijk ruim. En ik heb de stoel dus in mijn positie staan. En ja, ik kan er nog net achter. Moet ik wel mijn knieën hier in dat nisje van de stoel zetten. Maar ik kan hier net zitten. En het schijnt er ook nog een 5-persoons auto te zijn. Dus hij heeft hier 3 zitplaatsen achterin. 3 hoofdsteunen, 3 rolgordels. Dus voor zo'n compacte auto is dit inderdaad redelijk ruim. Nou, de kofferbak is natuurlijk ook een maatje groter dan die van de vorige Ford K. Want deze auto is groter. Alleen, ja, je kan hem hier niet open doen. Dus dat moet of met de sleutel of met een knopje van binnenuit. Nou, mooie grote klep. 272 liter inhoud. Ietsje kleiner dan van een Fiesta, maar toch nog heel behoorlijk voor een auto in deze klasse. Wat dan wel weer opvalt is een beetje ja, die blikkerige afwerking. Er zijn natuurlijk zat auto's waar je hier ook die hele klep aan de binnenkant keurig bekleed is. Dat is hier dus niet het geval. Daar zit dan wel weer een beetje dat low budget gehalte. We zijn natuurlijk het meest benieuwd naar de rij-eigenschappen van deze auto. Want we weten, hij stamt eigenlijk uit Brazilië. Daar stellen ze wat andere eisen aan het rijgedrag van een auto. Er zijn auto's meer afgestemd op slecht wegdek. En wat minder op het stuurwerk zoals wij dat hier willen. Nou, Ford heeft toch wel behoorlijk wat werk aan het onderstel gedaan. Andere lage bussen in de ophanging. Zelfs het subframe aan de voorkant is van de Fiesta. De stuurinrichting is veranderd. De veren en dempers zijn anders. Dus er is een hoop aan gedaan. Ja, wat hebben we daar tot nu toe van gemerkt? Nou, de besturing is nog steeds vrij licht, moet ik zeggen. Niet zoals we dat bijvoorbeeld van een Fiesta gewend zijn. Fiesta heeft toch een wat scherper onderstel. Die reageert wat directer op de besturing. Het is allemaal net even wat meer op rijplezier ingericht dan deze auto. Dit is wat meer allround. En misschien ook wel voor de doelgroep is dit gewoon prima. Dat geldt ook voor het veergedrag. Dat neigt ook een beetje naar het comfortabele. Maar ook op deze wegen hier in het zuiden van Duitsland, op die wat slechtere binnenwegen, daar voldoet dat heel erg goed. Het geluidscomfort, dat is eigenlijk ook verrassend goed. Er is ook wel veel werk gemaakt van de geluidsisolatie. Andere rubbers hier in die deuren, meer isolatie tussen de motor en het interieur. Andere ophanging van de motor. Werp ze vrucht af, want ik moet zeggen, die auto is vrij stil. Zelfs bij 150 viel mij nog 100% mee. Dan hoor je de motorruis niet, weinig banden, windgeruis, goed voor elkaar. Dus ja, overal gezien gewoon ja, een beetje een allround rijdende auto, maar niet echt bijzonder in die zin dat je daar met plezier achter het stuur zit. We hebben vandaag aardig wat kilometers gemaakt met de K+, op de autobaan, op binnenwegen. Wat daar in positieve zin opviel was eigenlijk het lage geluidsniveau. Zelfs bij 150 weinig windgeruis, weinig motorgeluid. Ook al maakt hij aardig wat toeren dan.
Vering is redelijk comfortabel, zonder dat hij deinerig is. De interieurruimte is goed, de zitpositie is ook goed. Dat is allemaal wel pluspunten van deze auto. Wat we wat minder goed vinden, dat is de besturing, die toch wel erg licht is. We zijn van Ford gewoon beter gewend, ondanks dat hij aardig is aangepast aan het onderstel. Maar dat komt niet helemaal uit de verf. Het motorvermogen valt ook wel tegen. Die 85 pk heeft gewoon heel weinig koppel, dus je moet echt flink in de toeren om hem een beetje te laten presteren. Dat is even de downside van deze auto. Dan de prijs. Hij kost 12.995, maar dat is een instapprijs voor de 70 pk versie. Daar kun je ook geen opties op bestellen. Dus je zit toch eigenlijk vast aan deze motor, die niet zo gek veel duurder is. En daarvoor krijg je dan meteen airconditioning en een radio. En dus die 15 pk extra. Wil je er dan nog wat extra's bij, zoals lichtmetalen wielen, cruise control, dan gaat de prijs toch snel richting de 16, 16,5. Bij Ford koop je daar al een leuke Fiesta voor. Weliswaar met een iets zwakkere motor, maar wel ja, in mijn ogen een wat geraffineerdere auto. En bij de andere merken, een Dacia Sandero bijvoorbeeld, maar ook een nieuwe Hyundai i20 of een Skoda Fabia. Kortom, veel concurrentie. Of bij Suzuki, een Swift of zelfs een Baleno. Het enige wat de positie van deze Ford K Plus wat lastig maakt, is toch die prijs. Hè? Als je hem, inclusief die opties, hè, die wielen, de climate control, cruise control, dan heb je weliswaar een complete auto. Maar goed, dan ga je toch over de 16 mil. En dat maakt hem ten opzichte van de concurrentie toch een beetje moeilijk.